Het ministerie van Financiën en Planning maakt binnenkort een aanvang met de opleiding tot douane-expediteur. In aanloop hiernaar heeft er op woensdag 11 januari een infosessie plaatsgevonden waarbij de kandidaten van de nodige informatie zijn voorzien. Mahindranath Gobardhan, hoofd van het opleidingscentrum Financiën, noemt de expediteurs belangrijke schakels in de dienstverlening van invoer en uitvoer. De douane-expediteur is een gecertificeerde vertegenwoordiger van de importeur, exporteur, die contact maakt met de douane en andere relevante diensten in verband met de in-, uit- en doorvoer van goederen op basis van de juiste douaneprocedures. Dus in principe kan je zien dat die douane-expediteur een tussenpersoon is tussen de douaneorganisatie en de importeur-exporteur. Wat is het verschil tussen een expediteur en een douaneambtenaar? Douaneambtenaar is in dienst van het ministerie van Financiën. Is een belastingambtenaar, kan je zeggen. En die expediteur is een vrije beroep. Wat de douane-expediteur eigenlijk doet, is eigenlijk alle formaliteiten met betrekking tot inklaringen van goederen, documenten opmaken voor bijvoorbeeld export en doorvoer van goederen. En is een vrij beroep. Is niet in dienst van het ministerie van Financiën en Planning. En die is een vrij beroep. Die is gewoon vrij. De bedoeling van deze infosessie is dat wij vandaag over het curriculum van de opleiding gaan praten, over het examenreglement, voor de bepalingen in het examenreglement, het lesrooster, het lesmateriaal. We gaan onze docenten voorstellen. En uiteindelijk, vandaag is die infosessiedag en dan hebben de mensen de gelegenheid om te praten over het curriculum van de opleiding, over de regels, de bepalingen van het examenreglement. Daarover kunnen ze praten met ons, over het lesrooster, over verzuim en allerlei andere zaken met betrekking tot de uitvoering van de opleiding. En de opleiding start dus maandag met 2 groepen. Dinsdag weer met 2 groepen, dus maandag tot en met donderdag hebben we de opleiding. Dus maandag en woensdag groep 1 en 2 van 20 mensen en dinsdag donderdag groep 2 en groep 4. Hoe lang duurt deze opleiding? De opleiding duurt een jaar. Het curriculum omvat 13 modules. Ongeveer 315 lesuren zullen worden besteed aan het lesgeven. En het duurt ongeveer een jaar. En ik denk, en het streven is van mij, om in elk geval de opleiding 1 december af te ronden. Meneer Gobardhan, tot zover was er een startdatum van 9 mei 2022. Gaat het om dezelfde opleiding? Het gaat om dezelfde opleiding. Er zijn wat zaken misgegaan bij de selectie, maar dat is nu rechtgetrokken. Betalingen waren niet goed verlopen, maar alles is dus nu administratief goed afgewikkeld, zodat wij nu wel vandaag met die infosessie bezig gaan zijn. En dat we de opleiding in elk geval maandag kunnen opstarten. Welke plaats hebben de expediteurs in het geheel van activiteiten op de haven? Dus eigenlijk zijn de expediteurs een tussenpersoon, eigenlijk kan je zeggen, tussen de persoon van de importeur, exporteur en de douaneorganisatie en andere relevante diensten als het ministerie van Handel en Industrie, de Visiecommissie. Wat zij in principe doen is eigenlijk de administratieve afwikkeling, handeling van alle procedures, aangifteprocessen die er zijn voor in-, uit- en doorvoer van goederen. Dat verrichten ze en wat ook heel belangrijk is, los daarvan, ze betalen ook de rechten voor die importeurs of exporteurs, zoals invoerrechten, consent en statistiekrecht, BTW. Ze zijn ook fysiek aanwezig als de containers gestript moeten worden, fysieke controle door de douanier als het wordt gedaan. Dan zijn ze erbij en ook maken ze allerlei documenten op voor de uitvoer van goederen en doorvoer van goederen. Dus alle administratieve handelingen plegen zij, zodat op de juiste manier de goederen in, uit en doorvoer van de goederen plaatsvindt. Om de hoeveel tijd wordt in zo'n opleiding gedraaid? Nou, de laatste opleiding dateerde van 2017 en de behoefte is heel groot en uiteindelijk gaan we dus vandaag beginnen met 81 mensen. En als de behoefte er is, dan zal de commissie van de douane-expediteurs ons wel aangeven dat er weer een opleiding opgestart moet worden. Maar het gaat niet alleen over die opleiding zelf. Het gaat om, als die mensen zijn geslaagd en dan worden ze gecertificeerd als douane-expediteur, dat ze in elk geval de toegang krijgen
tot het Asiguda-systeem van de douane. Ze krijgen een code dat ze dus online aangiftes kunnen doen en online kunnen werken in een systeem, facturen, verstenden, juiste douanewaarden, andere zaken, beschikking en al die soort toestanden. Is het een overheid of particuliere onderneming? Dit is een particuliere opleiding. De mensen hebben zelf voor betaald. En natuurlijk, die mensen zijn in dienst van bedrijven. Die hebben de bedrijven voor die mensen betaald. En dan denk ik dat er een bindingsverklaring komt. Maar de meeste mensen die je vandaag hier ziet, die werken al op de haven als assistent van een gecertificeerde douane-expediteur of co-assistent. Dus ze kennen ongeveer het werk al.